Ik vind dat dus echt super interessant, die Feng Shui. Feng Shui! Volgens de KonMari-methode van Marie Kondo. Deze twee kleuren voor de stoel. Hoe mooi. Ik heb hem niet. Hoi, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe verhuisvlog. Deze verhuisvlog staat in het teken van de slaapkamer. Op dit moment zijn er echt nog zoveel spullen. Hier staan echt nog allemaal tassen met kleding. Ik zal het zo even laten zien. En ik slaap nog op een luchtmatras, omdat mijn bed over 2 dagen komt. Ik heb het bed bij IKEA besteld. Het is deze. En ik vond hem echt gewoon top, want er zitten ook lades onder. En ik wilde ook niet al te veel uitgeven voor een bed. Ik had eerst dit bed gezien van Made.com en ik dacht echt, wauw, zo mooi, alsof je een soort van float, zeg maar. Maar ik dacht, ik kan beter gewoon voor een simpele gaan. En ik kan altijd nog misschien zo'n hoofdbord daar dan neerzetten. Dus dat even over het bed. Die komen ze dus over 2 dagen leveren. En de dag erna komen ze me ook in elkaar zetten van IKEA. Dus dat is echt super fijn, want ik ga er gewoon echt niet aan beginnen. Het is nogal warm geweest de afgelopen dagen. En het wordt vandaag weer 33 graden. Nu is het zeg maar door het hoge plafond dat de warmte hier best wel een beetje blijft hangen. Dus ik heb even de ventilator aangezet. Ik hoop dat jullie het niet te veel horen. Maar anders is het gewoon echt niet te doen. Ik ga jullie even een overview geven van hoe de kamer er nu uitziet. Dat is een drama. Ik moet sowieso alle tassen die hier staan legen. Ja, voordat de mensen van IKEA komen om het bed hier in elkaar te zetten. Anders is er gewoon geen ruimte. Ik dacht, het is namelijk wel heel erg mooi om een kledingrek hier of daar neer te zetten. Want ik heb natuurlijk blazers, jassen. Ik ga niet die blazers, jassen in een ladekast doen. Dus daar moet ik ook nog op zoek naar. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga eerst het luchtmatras zo meteen even wegdoen. Dan is hier ook wat meer ruimte. Dus binnenkomt in de slaapkamer, zie je dit. Nou, schrik je je toch uit. Dan ligt dit er nog. Mijn drink. Het luchtmatras. En daar een ventilator en mijn aircoolertje. En deze komt gewoon van IKEA. En ik vond hem best wel nice, want hij heeft zeg maar zo'n plaat erop. En dat maakt het wel gewoon 1 kast. Want ik kon natuurlijk ook 2 commodes zeg maar kopen. Maar dat heb ik niet gedaan. Dat vond ik gewoon ja, niet zo mooi. Jammer is dat zeg maar hier is het natuurlijk een super hoog plafond. Hier zo. Maar hier niet. Het is hier 1,80 meter. Nu ben ik 1,60 meter. Dus ik heb er niet zoveel last van. Hier heb ik dus nog best wel veel plek voor even zo'n kledingrek. Het enige nadeel is dat je het dan vanaf de woonkamer ziet. Kan leuk zijn, kan ook niet leuk zijn. Nou, ik twijfel ook nog waar het bed gaat komen. Of zo, hoe die zeg maar nu staat, dat ik zeg maar kijk naar het raam toe. Ik vind dat dus echt super interessant, die Feng Shui. Feng Shui! Positie. Het bed. Zet je bed op de meest evenwichtige plaats in de kamer. Tegen een draagmuur in het zicht van de deur. Het hoofdeinde staat tegen de muur, het liefst naar het noorden gericht. Wat is het noorden? Oh mijn god, grappig. Leuk weetje. De linkerkant van het bed wordt geassocieerd met actie. Vaak staan linkslapers aan het hoofd van het gezin en nemen zij alle beslissingen. En aan welke kant slaap jij? Nou, ik slaap nu natuurlijk alleen. Altijd als ik met een partner slaap, slaap ik altijd links. Nou ja, dat dus. Beperk het aantal meubels in je slaapkamer. Nou, dat ga ik sowieso doen. Het wordt alleen de dressoir en eventueel nog een kledingrek. En waarschijnlijk ook nog wel even een nachtkastje. Ik heb nu die poef die daar... Zien jullie deze? De poef die daar staat heb ik even tijdelijk. Maar ik denk misschien is het wel leuk. Vijanden van Feng Shui. Spiegels die je bed weer spiegelen. Oké. Okay. Sierplanten. Imposante en drukke schilderijen. Foto's van je kinderen of schoonwaar die je privacy verstoren. Ik wil echt even weten of ik hem zo moet zetten of zo. Of je nou wel of niet gelooft in de werking van Feng Shui, Yin en Yang, komt het jou ook niet bekend voor dat je een natuurlijke vork hebt voor het slapen met zicht op de deur. Als we de opening naar ons slaapkamer in de gaten kunnen houden. Top. Ik heb geen deur. Eigenlijk is de deur is eigenlijk deze trap. Toch? Want dan kan ik zo het zicht houden op... Hè? Het tweede punt om rekening mee te houden is dat je 2-persoonsbed niet met 1 van de zijkanten tegen de muur staat. Zodat je vanaf beide kanten kunt instappen en kies niet voor een hoek als dat mogelijk is. Oké, duidelijk. Nou, dan zet ik het zo, want hier is sowieso een hoek. Ik geloof in Feng Shui.
Nu heb ik er verder geen verstand van, dus ook het is echt de eerste keer dat ik dit opzoek. Maar we laten hem zo. I'm ready, I think. I don't know. Mijn haar in een knot in de staart doen, want warm. Sjoe. Ik zou hem ook even zo daar even kunnen zetten. Ja. Ik had hem ook even kunnen leeg laten lopen, maar ik heb even geen zin in. Oké, dan. Mijn laptop misschien ook. Goed, als je dat even weg doet er ook. Ik heb deze mooie poef. Heb ik echt voor 5 euro een keer in een kringloop gevonden. Die is echt super cute. In het bed zitten dus lades. En daar kan ik eventueel beddengoed en zo in doen. Dus dat is wel heel erg chill. En nog overige kleding die ik heb. Ik ga voor de tops en t-shirts en sweaters. Ga ik de Marie Kondo manier proberen. Door ze zeg maar zo op een bepaalde manier te vouwen. Ik kan ook nog een laadje doen met pyjama's en zo. Oh, misschien kan ik dat onder mijn bed doen. Chill kleding. Hoe vouw je een trui volgens de KonMari-methode van Marie Kondo? Leg je hand neer en vouw de mouw naar buiten toe. Vervolgens vouw je de mouw in een diagonaal naar beneden, zodat deze mooi in lijn valt met de rest van de vouwen. Dit is toch al een verademing, hè? Het enige dingetje. Ja, ja, ja. Deze kreeg ik dus niet open, zoals jullie zagen. Waarschijnlijk dat ding wat zeg maar aan de achterkant van het laadje zit, is losgegaan. Ik denk, oh, nou weet je, ik heb nog steeds nog... Ja, precies. Niks. Ik heb deze twee kan ik dus niet gebruiken. En deze deed het gewoon, hè? Nou, gelukkig heb ik door die Marie Kondo methode... Nog zoveel ruimte aan shoek. Zo mooi en chill. En oh, er past zoveel op deze manier in. Ze heeft echt een hele serie op Netflix. En ook volgens mij YouTube tutorials hoe ze dat doet. Het is hier super warm. Dus ik weet niet hoe lang ik dit nog ga volhouden. Maar ik heb mijn watertje. Ik heb deze superleuke rietjes trouwens, ze zijn van glas. Heb ik van een vriend gekregen, Josie. En ze had ze bij de Leenbakker, nee, bij de Quantum had ze gekocht. Nou, ik vind ze zo leuk. Ze past ook helemaal in mijn huis. Ik ben echt dedicated. Ik wil echt al die kleding hierin krijgen. Maar ja, dat kan dus niet helemaal door die twee kassies. Ik ga proberen zoveel mogelijk erin te krijgen in de vier lades. Kijk, en normaal duurt dit natuurlijk wat minder lang als je niet die methode gebruikt. Maar ik wil het eigenlijk gewoon gelijk goed hebben dat ik niet nog daarna die methode pas ga doen. Want ik wil gewoon zo goed mogelijk gebruik maken van de ruimte. Het is echt satisfying. Pakketje! Vandaag ben ik met mama en we gaan eerst naar de gamma. Want zoals je ziet heb ik de stoelen achterin gedaan. En we gaan ze vandaag lakken, verven, whatever. Maar ik moet nog een kleur bedenken. Best wel veel zwarte elementen hebben bijvoorbeeld in het raam, de keuken. Dus we dachten misschien is het wel mooi om zwart te doen. Of ik vind het persoonlijk heel erg leuk om een soort van beige of eikenhout zeg maar te doen. Wat een beetje dezelfde kleur is van mijn bureau. Dus ik ben heel erg benieuwd of ze iets hebben daarvoor. Eerst Urban Taupe gezien. Het was een wat donkerdere kleur. Maar nu heb ik het erbij gehouden. En vond ik dus deze twee kleuren voor de stoel. Dit is een wat warmere kleur. En deze is dus wat witter. En mijn voorkeur gaat wel echt uit naar deze. Ik weet het echt niet. Deze is te roze. Even kijken. Jullie hadden al best wel veel goede dingen achtergelaten. Oh, dit is handig. Ik zie dat deze. Wat heb je staan? En dit is een plafondding. Dat heb ik nog nooit gezien. Maar dan kan ik bijvoorbeeld in de slaapkamer een hangplan doen. Nou, this happened. Ik zag deze prachtige lampen. Prachtig. Ze zijn 19 euro per stuk.
En toen kwam mama met, waarom neem je geen Joulan? En eigenlijk is het wel heel erg luxe, maar wel heel mooi. Dus we gaan voor de Joul. Heel chill. En hier kun je ook Alexa aan koppelen. Sick gewoon. Ik weet niet eens meer waar we voor kwamen. Voor verf. We gaan terug met dit. We zijn in de Quantum. Ze hebben echt super leuke dingen hier. Ik heb nu eventjes van die kussens lopen. Ja, heel goedkoop katoen satijn. Ik zag deze. Dat vond ik ook wel heel erg mooi. Deze vintage vibe. Ik vind het. En ik zag een plantenspijtje. Hoe mooi. Ik had dit hier trouwens bij United Wardrobe gekocht. Oké, de ruimte ziet er nu zo uit. Ik heb hier nog wat spulletjes die dus in die twee lades onder andere moeten en in het bed. Ik heb gisteren mijn bed geleverd. De rest staat nog in de gang, want ik krijg het gewoon niet zelf opgetild. Dus vandaar dat ik alleen maar dat naar boven heb getild. En zo meteen komen er twee monteurs van IKEA die het bed gaan in elkaar gaan zetten. Want zoals jullie zien, het dressoir staat er met heel veel tijd en moeite. En het gaat dus niet open. Nee, ik begin er gewoon niet meer aan. Echt excited, want hier is nu steeds zeg maar niks. Het voelt niet af. Ook er zijn nog een paar dingen, dat is natuurlijk niet af en waarschijnlijk is het nooit af. Maar dit is wel fijn als hier nu in bed staat. En ik heb ook mijn tapijt. Oh, dat wil ik even laten zien. Gelukkig komen mijn ouders morgen. Dan kunnen we het matras ook boven zeg maar leggen. Dit is echt niet normaal zwaar. Gewoon, ik krijg het gewoon niet eens. Nee. En dit is het tapijt. Het heet Stoense. En ik vond het zo'n prachtige kleur. Het is laagpollig. En zo zacht als je uit bed stapt. Zo nice. Deze was €130. Deze kan ik nog wel zelf tillen. Echt heel mooi. Dus ja. Ze hebben er drie kwartier op gedaan. Drie kwartier, mensen. Als ik dat gedaan met, ik van vriendin, mijn moeder, whatever, hadden we er echt 5 uur over gedaan. Wauw, wat nice. Het matras moet nog wel eventjes inwerken, maar ik ga nog niet slapen erop, want het is echt nog te warm boven. Hoe kan dit? Maar ja, deze mensen doen het natuurlijk elke dag. Beste 80 euro van mijn leven. Ruimte! Ja, heel blij mee. Gaat dit? Sorry, maar wat een idee om eerst het bed te laten monteren. Jingo! Ik heb hem niet. Wacht even, ja. Wacht even. Hè. Ja, ik heb hem. Wauw! Het is heel mooi. Met alle lades eruit gehaald. Aircooler hier, aircooler daar, ventilator daar. Zo'n mooi tapijt. Wat de hel. We zitten alleen te twijfelen of we dit openlaten. Op zich is dat wel nice, denk ik, als we dit openlaten. Een beetje hout ziet. Ja, zo gaan we doen. Ik had weer zin om een voice-over te doen. Dit is de volgende dag en het was een stuk minder warm en ik had heel veel zin om mijn ladekast en mijn kamer, mijn slaapkamer, een beetje meer te decoreren. Dit is het dus voorlopig. Ik weet nog niet of ik het zo ga houden, maar voor nu kijk ik het zo eventjes aan. Ik vond het zelf wel heel erg zen en ik ga de foto's sowieso nog ophangen aan de muur, maar voor nu heb ik nog geen Tesa-plakkers. Mijn diffusertje. En ja, dit is nu de ladekast. Het wordt nu echt home en het voelt echt fijn dat het eindelijk, zeg maar, mijn huisje nu echt wordt. Ik vind de roodtandstoel ook echt super mooi hier, veel beter dan beneden. Ik was hier een aantal dingetjes aan het proberen. En ik had nog dit mandje van mama gekregen. En zo cute, dus ik heb daar mijn boeken in gedaan die ik op dit moment lees.
echt in love met het kleed. En ik wilde heel graag dit dekbed overtrek op mijn bed doen. Alleen het dekbed overtrek zelf was nog aan het drogen. Maar voorlopig, hè. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze nieuwe verhuisvlog. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende video. Doei!